Mensen die mij al even kennen weten dat ik fan ben van drie dingen. Frans Bauer, Brommers en de Blacklist. Eigenlijk is alleen de laatste waar. Maar gelukkig is dat ook het thema van deze video. Gelukkig staat er geen video over Brommers of Frans Bauer op het programma. Waarom we het gaan hebben over de 10 beste episodes van de Blacklist. Oh ja, en ik hoop niet dat ik moet zeggen dat er natuurlijk nu spoilers aankomen. Voor degenen die het nog niet gezien hebben, The Blacklist is een van de beste series die ik ooit in mijn leven heb gezien. En ik laat hem vaak zien aan vrienden van mij en die zeggen dan, dit is een van de beste series die ik ooit heb gezien. Dus blijkbaar ben ik niet de enige rare op de hele wereld. Tenminste, dat zou ik niet meteen willen claimen, maar meestal is het wel zo. Do you want a bullet in Kirk's head or one in mine? Voor nummer 10 wil ik graag naar de 23ste aflevering van seizoen 3. Waarin de hoofdpersoon net een paar afleveringen dood is. De hoofdpiloot heet dan nog Elizabeth Keen. Alleen die is dan overleden en haar vader heeft haar waarschijnlijk vermoord. Maar dat gaan ze dan onderzoeken in die aflevering. En dan wordt er wraak genomen. En het is een super vette aflevering. Echt een van mijn favorieten. Ik heb hem 3 keer gezien. Best wel erg is dat. Dan denk je, Harm, heb jij niks beters te doen met je leven dan 3 keer dezelfde aflevering kijken? Degene die op nummer 1 staat heb ik 5 keer gezien. Oh ja, en trouwens altijd na mijn praatje krijgen jullie heel even de promo van die aflevering te zien. Zodat jullie doorkrijgen wat voor serie geheel het nou echt is. It's gone. Alexander Kirk took her away from us. So I'm gonna kill him. Tom gave us a slip. He left with the baby. I want to know where. Had it really come to that? I'm not going to let this happen. Do you want a bullet in Kirk's head or one in mine? Ik moet zeggen, The Blacklist is een serie zoals elke serie. Het wordt wel met het seizoen iets minder. Het blijft echt leuk, maar het wordt wel echt gewoon een beetje iets minder. Je kent wel de persconferenties uit maart. Die waren toch een stuk exciting dan de persconferenties die we nu zien. Dat is wel zo trouwens. Dat is wel echt gewoon zo. Dus daarom heb ik voor jullie een hele speciale aflevering. De 21ste aflevering van seizoen 6. Eigenlijk de enige aflevering na het seizoen 4 die nog echt leuk is. Dat was een grap. Maar het is wel echt een superleuke aflevering. Die gaat over een soort conspiracy binnen Amerika. Met de president en allemaal mensen die het land ten val willen brengen. It's orchestrating a plot against America. The president is part of the conspiracy. Deal with them. Get everyone out of here. We are stopping this plot. Op de 8e plek staat alweer de 10e aflevering van seizoen 3. Seizoen 3 was het beste seizoen van de hele serie. Dus het is eigenlijk niet zo dat het zo ging, maar het ging meer zo. Hoe. Dat is superleuk. En seizoen 3 is echt geweldig. En daarin heb je 3 enorme criminelen die ook telkens een conclusion aflevering krijgen. Dus dan zijn er 2 afleveringen die gaan over dezelfde crimineel. En de director van de FBI is de crimineel in die aflevering. En daarom is het zo'n geweldige aflevering. Want die director probeert de hoofdpersoon te vermoorden. En het ligt aan de grootste crimineel van Amerika om dat te voorkomen. Save Elizabeth. We must execute a specific attack. They're gonna kill me today. God! Oké, de volgende aflevering die ik graag nog even met jullie door moet spreken is seizoen 2 aflevering 15. Wat gewoon eigenlijk de beste aflevering is uit het hele tweede seizoen. Het eerste en tweede seizoen die zijn dan nog iets minder dan het derde. Het derde is echt gewoon geweldig. Maar dus dat gaat over de hoofdpersoon heeft een misdaad begaan en haar naam moet eigenlijk gezuiverd worden. En het is een superleuke aflevering. Raise your right hand, repeat after me. I, Elizabeth Keen. Her past is catching up with her. You're the target of a federal murder investigation. This task force will be shut down. And the next blacklister holds the key to clearing her name. 21, where can I find Tom Keen?
All that matters is Agent Keen. Which is why we must find Tom. Ik heb jullie net verteld over het derde seizoen, waarin drie supercriminelen zitten met allemaal twee episodes. En de supercrimineel die ook al op de 8e plek stond, staat ook op de 6e plek met zijn eerste episode. Die ook echt geweldig is. Want de hoofdpersoon, Elizabeth Keen, wordt bedreigd door een soort schaduwregering, genaamd de Cabal. En als de Cabal haar te pakken krijgen, dan is ze dood. Super spannende aflevering is dat. You get a fair hearing. You and I both know I'll never make it to that hearing alive. I'll keep you safe, I promise. The Cabal will come for her. And if they reach her, it'll be the last time you ever see Elizabeth again. Voor de 5e plek zet ik spontaan mijn zonnebril op, want de 5e plek is echt een shiner. Oké, die grap was echt ontzettend slecht. Ik kan het niet overdoen zo te zien, want we hebben niet genoeg tijd. Nee, op de 5e plek staat de 10e aflevering van de 9e aflevering van seizoen 1, waarin een crimineel komt om de grootste crimineel van de wereld te pakken te krijgen. En de vraag is, lukt dat? Of lukt dat niet? En wie leeft er aan het eind van de aflevering wel? En wie leeft er niet? Dat is bijna bij elke aflevering zo. En bijna altijd is het antwoord de slechterik leeft niet meer. Maar nu heb je twee slechteriken die het tegen elkaar opnemen. Wat veel spannender is natuurlijk. I really think there was a distance you could cover. Or a hole deep enough that you could hide in. There is nowhere in this world that I cannot reach you, Red. Your day is here, my friend. And it will end with your screams. The game-changing episode of The Blacklist. De 4e aflevering op deze ranglist heb ik gekozen omdat het een soort een vrolijk tintje heeft aan het begin. Het gaat namelijk over een bruiloft. Maar die bruiloft wordt een beetje een bloederige bruiloft. Dat is alvast mijn spoiler voor de aflevering. Het is de 17e aflevering van seizoen 3. Echt een vet interessante aflevering. En ik kan je vertellen dat de hoofdpersoon de 18e aflevering niet gaat overleven. Spanning. You're here for the wedding. No, Lizzie. Please don't do this. Tom is not the man you think he is. He's a criminal. He's changed. Men like Tom don't change. Till death do they part. In de top 3 hoort toch ook wel echt de pilot van de aflevering. Waardoor jullie het verhaal misschien een beetje gaan begrijpen van de serie voor als jullie het nog nooit gezien hebben. Het verhaal is, de grootste crimineel van de hele wereld geeft zichzelf over aan de FBI. Om allemaal andere criminelen via de FBI te pakken te nemen. En de vraag is, wat is de reden dat deze man zich opeens aangeeft bij de FBI? I'm here to see assistant director Harold Cooper. Tell him it's Raymond Reddington. It really is him. What does he want? You must have many questions. So let's begin with the most important one. Why I'm here. One man, his name is Ronko Zamani. You want him. I want him. Now, I'll give you Zamani, but from this point forward, I speak only with Elizabeth Keen. Agent Keen, Donald Ressler, they need you to come with me right away. Well, I'm here. I'm gonna make you famous, Lizzie. I need your help with Zamani. Why the hell was he in my house? I'm a criminal. Criminals are notorious liars. Are you the one who did this? You're gonna make a great team. Understand, Zamani was only the first. First what? Name. On the list. What list?
Let's call it the Blacklist. That sounds exciting. Zoals jullie weten stond op plek 10 de aflevering Alexander Kirk Conclusion. De tweede aflevering die gaat over crimineel Alexander Kirk, de vader van Elizabeth Keen. En de tweede aflevering is eigenlijk het eerste deel van die twee afleveringen. Heel verwarrend, ik weet het. Maar in die aflevering moet Alexander Kirk gestraft worden ook nog steeds voor de dood van Elizabeth Keen. En dat doen ze dan door al zijn geld af te pakken met een enorme bankroof en al dat soort dingen. Het is echt een ontzettend geniale aflevering, waarin eigenlijk bijna alle acteurs die aan de hele serie meewerken komen voor in die aflevering. Kirk is the man responsible for Elizabeth's death. To get revenge, we need to work with Hargrave to find him. We could do incredible things together. Enemies will unite. The Bureau prevents bank robberies. We don't commit them. We got a situation. You gotta get out of there now. This is gonna be a gas. En dan de eerste aflevering is de beste aflevering van de volledige serie. Ik heb hem 5 keer gezien en hij is echt heel leuk. De man van Elizabeth Keen is dan overleden. En daarom voelt ze zich eigenlijk zo boos dat ze alleen nog maar wraak wil nemen. En dan gaat ze wonen in een hutje in het bos. En dan zegt ze eigenlijk, ik ga geen problemen meer zoeken. Maar dan vinden de problemen haar. En het is echt een amazing episode. Dus mocht je de Blacklist nog nooit gezien hebben, ga dan in ieder geval kijken tot met seizoen 6. Dat is best wel een grote opgave. Willen jullie 100 afleveringen kijken? Doe dat dan vooral. Ik heb er 150 gezien. En ik ben nu in afwachting van seizoen 8 tot die op DVD komt. Maar die wordt ondertussen nog uitgezonden. Dus ik denk dat dat niet heel lang meer duurt. Maar genoeg gepraat. Hier heb je de trailer van Rune. It's been nearly a year. Tom is dead. What's your story anyway? Up here all alone? Just a lady and her dog and a gun. I didn't go looking for trouble, but it found me. And now I'm healed and I'm back. But imagining what I'm gonna do to Tom's killers, it's the only thing that gets me out of bed in the morning. I want you to promise me that you'll grieve. I prefer revenge. I think you're running away from your problems when you should be facing them. Who's running? I told you I'm here to fight. For the first time, I'm feeling pretty alive. So if you want to come for me, you better come ready. Ik hoop heel erg dat jullie gelachen hebben om deze video. Ik heb er wel om gelachen, maar dat is vrij logisch, want dat is mijn video, dus dan moet ik het wel echt grappig vinden. Nou, dat vind ik. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij een volgende video. Tot ziens, tot later.